ik heb het idee op zich net betocht dat het Jan Bruning uit Engeland die. En die stond in Jennewaard en daar heb ik het voor het eerst jongen. En daar dienen het maar 11 persen. En daar woon ik wel eens wat oors. En nou, toen zei ik van ik weet nog wel een idee, ik kan wel leuk wijzen. Dus maar het record is niet te verbruiken van 11. We zijn hier in Oval de Halpeer op het evenemententerrein. En we hebben dit hier voor de 24e keer de Roel Bottomer dagen. En we hebben er nou als extra attractie het Friesrecord heerpersen bij. En dan gooien we in de eerste pers, die aan het begin van de rij staat, de heer de los in. En dan komt het eruit en dan komt het er los uit. En dan gaat het in de tweede pers en zo gaat het 16 keer in de ronde. En in de laatste pers dan wordt het pas in het pak slaan. Ik wat touw in de knoop bereiden, dat wou je er graag uit hebben. Ik heb in de vorig jaar gewoon flink mee gestopt met persen, omdat ik klaar was en ik heb touw laten zitten. En dat gaat er meestal vanzelf wel uit. Vorig jaar nog 300 pak mee gepest. En hoe hoort dit met deze machine? Dat weet ik nog niet, want ik kan geen type plaatje vinden. Wij zitten moeilijk in trek. Nou ja, de moeilijkheid, ze moet even goed achter elkaar eraan staan. En, nou, hij zegt je persen en het spul wordt alle keer wordt het kapot slaan, zeg maar, liedjes maken. Dus we zitten ook haast wel aan de limiet, denk ik, want de bloot haast net geen heer hoor. Dat is heel kwaad. Je kan alleen meer in vakken slaan? Nee, nee. Het wordt al je vrienden. Dan kan je wel zien aan de rommel die om het persen in de waait. Dus volle meer zal het, denk ik, ik wel net worden in één rit waait. Altijd als je pers opstaat, is de eerste pers pak die won het. Je bent slap, moet met de invuurvoer moet volkomen en dan kan je mooie pakken van je pers. Dit is die machine? Die is van mijn huid, officieel. Maar die is nog zo'n 40, 45 jaar in bezit bij ons op het vlees. En is ik ze oud of is je ouder? Nee, hij is een Nike, die pakken dan. Ja. Die heeft een Nike nou, en dat is altijd elke keer mijn beste. En wat heeft je mooi? Maar het aardig wordt. Ja, ik vind het mooi. Mooi. Aardig trekkers, aardig persen, draait, ja, het op. Dat aardig. Ja. Maar wat dan? Ja, dat naaien dat is alle keer elektronisch en daar kan je zelf niks aan doen. Maar zulke iets kan je zelf nog wat een sleutel en wat, oh, je kan wat. Nou, Je kan zelf nog wat uitvinden hoe het in elkaar zit. En mijn nieuw spul, dat is er niet meer. Al je elektronica, daar moet je maar verstaan van hebben. Dat is een saai ingewikkeld. Dit headbutt. Het rint mooi. Dat is mooi geluid. Maar dat is, hoe oud is dat? Ik ben 28. En dat is ook al wat spul. Ja, maar ik ben met deze pers van vroeger uit opgegroeid. Wij mochten van ons thuis mochten wij net in de pakken omskeuren. Nou, en dan, ja, wie je enigste optie, dan moest er maar de trekker op een pers en dan mijn huid erbij en dan die weer een mol op een. Want dan kon mijn persje. Ja, dit is lager. 16 persen en het record stond op 11 persen in Jennewaard. Dus nou, daar ben wij weer in gekomen. Heb je zelf ook wat mooi zo'n heerpers? Ja, ik heb ik altijd mijn verzamelaar. En ik heb zelf ook een pers, een lege drukpers. Want ik zit in een organisatie en het is zaterdag. En maar het minder waar van tevoren heb ik hier gewoon om mijn pers hierbij te zetten. Dus dat is wel jammer. Maar ja, de woorden maakt je het wel goed dan vind ik. Ja, het is hartstikke mooi, dan kan ik wel genieten. Het zit erop. Ja.
Het werd weer stil. Het werd weer en dan met de kleding erover. Komt een bui om. Die knoperij maar net weer worden, want dan wil het niet meer knopen. En dat is direct de boel uit. Goeie, wat zijn jou? Ik ben van de recherche binnen. Nee, van hier. Oh. Heb je dingen te verbergen dan? Gaat me binnen nodig al die ouders in Dam of niet? Ja, soms wel, even. Ja, gelijk. Maar dat wordt dus altijd wel even jong. Ja, hè? Ja. Ik ga een oren treffen. Oeh. Nee. Ja. Maar de vraag is altijd wat jou aan het wan binnen. Nou, dat zou me wel denken. In de rode strand omslaan. Oh ja. Ja, dat maakt een beetje naadje te beleiden. Maar we misschien heel even bij ons, Jan? Oh nee, want. Oh. Maar wat heb je dan? Oh, ja. Dat kan Dijlen ook naar elkaar verdragen. Nee? Nee. Hey, een windplantage. Dat zei ik net, dat zei hij ook. Oh ja. Maar joh, wij hier dan de goddeloze single? Ja. Dat is ik wat. Dat zei het ook aan oog, of net? Of net? Ja, dat weet ik net. Oh, nou ja. Je begint erover. Ja, dat is niet. Of net? Ben je ook een beetje goddeloos? Oh, dat weet ik net. Oh. Dat is helemaal wel. Oké. Of net? Dat is bijna al je nog verrassend. Ja? Ja. Dat hing het er van oude Petrus aan de poort, zei nou, dat moet ik wel zeggen. Ik ben er nooit niet meer omkomen, maar wie moet maar ook wat goed komen. Oh ja. Of net? Ja. Ja. En wat hinden om erin? Ja, skarrelpikken, hè? Dattelpikken? Skarrelpikken! Oh ja. Ja, maar mooi je net bij jou komen, dus ik versta je haast net. Ja, dat is het net. Oh ja. Ik versta je ook wel. Nou, dank je wel. Doe die aan die kant maar even. Ja. Hoi. Hoi.